Kom, we gaan aan de slag met een klassieker. Spaghetti met gehaktballetjes. Neem een ruime kom, doe erin het gehakt, panko, parmezaanse kaas, ricotta, peterselie, chilivlokken, ei, knoflook, zout, peper en oregano. En hier draai je ongeveer 20 gehaktballetjes van. Bak de gehaktballetjes in een beetje olijfolie rondom bruin. Haal ze uit de pan en zet ze apart. Dan fruit je een gesnipperd uitje aan in de pan. Daarin voeg je knoflook, bruine bastard, suiker en kruiden toe. Die bak je even mee en dan voeg je een blikje tomatenblokjes toe. Als de saus klaar is, voeg je dus de gehaktballetjes weer toe. En ondertussen kook je spaghetti beetgaar. Grijp dan de spaghetti erdoorheen, garneer met basilicum en eet smakelijk!